In the beginning, I never thought it would be you. When we were chilling, smiling in the photo booth, but we got closer. Goedemorgen, het is vandaag maandag 12 mei en ik ga zo naar stage. Zoals je kan zien, ik heb mijn etelspakje al aan en ik ga zo naar stage. Ik heb niet echt heel goed geslapen en het regent, dus ik wil eigenlijk het liefst in mijn bed blijven. Maar ja, helaas, vandaag stage tot 6 uur. Ik heb wraps als lunch gemaakt voor bij de etel straks. Alleen, ze vallen zeg maar uit elkaar. Dus dan doe ik er een soort cocktailprikker bij, dat ik ze op stage bij elkaar kan houden. Slim! Onderweg naar stage. Het is gelukkig droog. Lunchtime! Ik ben net terug van het ziekenhuis. Ik ga weer terug naar stage fietsen. Ik heb nu geen zin meer, want ik heb natuurlijk net even een uurtje een break gehad. En nu moet ik dan weer terug naar stage. Aan mijn stageopdracht te werken. Check de lucht. Dit is niet grappig, het begint fucking hard te regenen. En ik hoef er maar 2 minuten te fietsen, maar altijd fiets ik in de regen. Gewoon de regen haat me. Karma's bitch. Ik kom net uit van stage en het is 8 uur zoals je kan zien, dus het is al best wel laat. Maar ik ga voor mezelf koken en ik ga wraps maken met kipfilet en sla en yummy, lekker! Dit ga ik gebruiken voor mijn maaltijd. Een kipfilet voor 1 persoon, knoflooksaus, eikenbladsla. En de kip bak ik altijd in wokolie, want dat vind ik lekker. Een beetje wokachtige smaak krijg je daar ook door. En in de kip ga ik natuurlijk kipkruiden doen. Yeah. Dus laten we beginnen. Hij knettert! Jongen, net spat er helemaal zo'n vetspatje vanaf. Kip. Yummy, 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 yummy. Maar dan even lekker een chill outfit. Gotta love it. Oh yeah. Dit is nog over moederdag. En dat gaan we nu lekker opsmikkelen. Het is 11 uur. Ik heb net de tanden gepoetst. Ik poetste iets te veel. Want mijn draadje voor mijn beugel is nu los. Oeps. Maar ik ga lekker slapen. Mijn wekker gaat om 5:30. Want ik heb morgen een hele lange dag school in Nijmegen. Dus het is te. Goedemorgen. Het is 7:30. Yes. Ik heb ze net gehorst en geverfd en we gaan zo masseren. Onderweg naar huis. Het zonnetje schijnt. Dat is echt een verrassing, want vanmorgen regent het keihard. Nou, ik ben nu onderweg naar huis en vanavond heb ik eigenlijk niet veel bijzonders. Dus, yummy yummy! Pasta met tonijn en salade. Lekker zonnetje. Ik ben even met douche aan het wandelen buiten. Het zonnetje schijnt heerlijk achter me zoals je kan zien. Maar net was even iets minder leuks. Want we hebben verstopping in de bijkeuken zeg maar. De hele wasmachine is helemaal verstopt en hij loopt niet meer door. En het is echt bagger. Maar goed. Balen dus. Maar ik ga nu even mijn douche hier een blokje om en dan vanavond gewoon lekker chillen. Morgen ben ik vrij. Morgen heb ik rijles en verder zie ik het wel wat ik ga doen.
Zo, ik ben weer terug van wandelen en het zonnetje schijnt nog echt heerlijk. Dus daar word ik wel heel blij van. Ik ga nu even douchen, want ik ben best wel moe van vandaag. De hele dag school en praktijkles en zo. Vanavond ga ik eigenlijk gewoon niet heel veel doen. Een beetje achter mijn site werken en tv kijken. En morgenochtend heb ik om 11 uur rijles. Daar heb ik wel heel veel zin in. Ik ben echt moe, jongens. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag en ik heb over een klein uurtje rijles. Ik heb net even ontbijt gemaakt, wat gegeten en bla bla bla. En ik zit me net te bedenken. Ik ben dus vrij van school, tot en met volgende week eigenlijk. Maar ik heb gewoon alles weer volgepland staan. Ik moet bijvoorbeeld dan vandaag rijles. Vanavond heb ik een haarkleuringscursus vanuit stage. Morgen dan moet ik werken bij McDonald's. Vrijdag heb ik ook een drukke dag. Dus eigenlijk heb ik gewoon alles weer volgepland staan. En ik kan eigenlijk niet een dagje gewoon rustig op de bank zitten. Want ik moet altijd wel wat te doen hebben. Maar ja, genoeg gepraat. Ik ga zo naar rijles en ik spreek jullie straks weer. Misschien weten mensen het wel, maar ik heb bloedarmoede. En ik slik nou elke dag 3 van die pilletjes. Ferrofumaraat. Ik kan het nooit uitspreken. Maar ja, deze pillen zijn nou bijna op. De kuur zit er bijna op. En over 10 dagen moet ik weer bloed prikken. En dan gaan ze kijken of ik nog steeds bloedarmoede heb. Dus best wel spannend. Ik hoop natuurlijk dat de waardes gestegen zijn. En dat het gewoon allemaal weer goed is. Vast wel. Ik zit te twijfelen om dit op internet te zetten, maar zo voel ik me dus als ik heel erg verdrietig ben. Ik zit hier met de foto van papa en ik heb gewoon soms van die dagen dat ik me zo erg mis en dat het gewoon zo confronterend is dat hij er niet meer is. En ik weet ook nog niet of ik dit online ga zetten, maar jullie moeten ook weten dat ik niet alleen maar een heel leuk en vrolijk leven heb. Want er zijn ook genoeg momenten dat ik me gewoon zo kloten voel. En ja, dat is gewoon nu een moment dat ik gewoon, ja, papa zo erg mis. En dat je gewoon weet dat hij nooit meer terugkomt. En weet je, ik heb gewoon soms hele sterke dagen, maar soms ook hele zwakke dagen waarop. Zo, ik ben klaar. Ik ga met een paar meiden naar een ethos cursus voor haarkleuring. En het regent super hard. Oh. Maar ja, dit is mijn outfit. Ik heb zo'n kleurig shirtje aan. Mijn laarzen met franjes. En dit tasje. Dus laten we gaan. Ja, of ik moet heel snel gaan praten. Dan wordt het misschien half 10. Ik ben net terug van de cursus en het was heel erg leuk. Ik heb 2 certificaten gekregen voor de basis en het vervolg. Dat vond ik wel leuk. En we kregen ook een mini goodiebag mee met een shampoo erin. En deze had ik eigenlijk nog nooit gehad. Altijd de roze variant. Dus hier ben ik wel erg benieuwd naar. Het was een leerzame en leuke avond. Yummy! Dit is echt het lekkerste ijs ever. We kopen ze bij de Lidl volgens mij. Het is ananas kokosijs met, ja, oh, kijk maar, leuke sokken. Het is ananas kokosijs met lekker zoet, dat geel is dan dat zoete spul. Echt super yummy. Wij gaan slapen. Welterusten. Hey, ik heb net rijles gehad. Ging heel erg goed. We hebben rotondes gedaan en een beetje invoegen en zo met invoegen niet, voorsorteren. En volgende week heb ik remmen en nog meer rotondes erbij. En het gaat eigenlijk steeds beter, dus daar ben ik heel blij om. Ik ben nu even bezig met mijn kamertje aan het opruimen. Ik heb net dat hoekje helemaal gedaan. En hier staat een tas van de Primark. Want hier ga ik daar even een bedbox zeg maar in uitsorteren. En daar heb ik allemaal tijdschriften in zitten. En die wil ik eventjes allemaal uitsorteren. En dat we weer ruimte hebben voor spulletjes. Dus ja, dat ga ik even doen nu. Ik ben al mijn tijdschriften en dingen en zooi aan het uitzoeken. En hier stop ik alles in. Voor mijn opleiding ga ik een behandeling geven thuis. Dadelijk komt een buurvrouw, daar ga ik de wimpers bij verven. En het is misschien wel even leuk om te laten zien. Hier heb ik al mijn spulletjes klaargelegd om de wimpers te verven dan. En reiniging en helemaal leuk. Dus ik ben er klaar voor. Weg naar werk. Ik heb me weer een beetje opgefrist en ik voel me gelukkig iets fijner, dus ik ga nu werken. Klaar met werken, nu naar huis fietsen. Ik heb lekker Mac-voedsel meegenomen voor mijn zusje, mezelf en een vriendinnetje. Dus ik ga nu naar huis fietsen.
ik ben thuis. Ik heb net gewerkt van 4:30 tot 7:30. En het is nu bijna 8:30. Ik heb even beneden wat gegeten. En nu ga ik even lekker douchen. Ik heb echt het gevoel dat het vrijdag is. Maar het is goede vrijdag, wil ik zeggen. Het is hemelvaart, donderdag. En het is gewoon een hele normale dag eigenlijk verder. Maar ik heb gewoon het gevoel dat ik nu een feestje heb of zo. Maar ik heb morgenavond pas feestje. Maar goed, ik ga even lekker douchen en daarna lekker chillen beneden aan mijn blog werken. Gezellig met mijn zusje samen nog een film kijken of zo. Mama is naar de toppers, dus die komt laat thuis. Dus wij gaan natuurlijk ook laat naar bed. Nee, ik zie net dat ik hier zo, weet je wel, hier bij je nagelriem, dat er dan zo'n dingetje los zit. En dat doet zozeer. Oh, oké. Okay. Doei. Hey. Wij zijn allebei mee. Cuploos! Nee, mee cuploos wil ik zeggen. Nog een keer. Oh, faal. Wij zijn allebei mee. Cuploos! Oké, en we zijn home alone, want onze moeder is naar de toppers. Yeah. En ja, wij gaan gewoon lekker chillibilly op de bank, filmpje kijken. En daar staan twee muffins en koffie. Ik ga even tot afmaken, hè? Ja, zeker. I love you. Ontbijtje, yoghurt met chocolade cornflakes en twee plakken suikerbrood. Yummy! Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en we hebben een vrijdag natuurlijk. Maar ik heb vandaag mijn eerste klus voor de schoonheidsspecialisten branche, zeg maar. Ik mag meiden opmaken, massages geven. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb hier op mijn bureau al mijn make-upjes al klaar liggen. Dus die ga ik even in een koffertje doen. En dan gaan we zo naar Heteren om daar vier meiden op te maken. Misschien wel leuk om even te laten zien wat ik allemaal meeneem op zo'n dag. Als ik zo'n make-over ga doen. Wij zijn helemaal klaar, want we gaan zo allemaal meiden opmaken en Isabel gaat nagels lakken. Yay. Helemaal leuk. En we hebben twee koffertjes helemaal vol met spulletjes. En heb je er zin in? Ja, zeker. Nou, leuk. Dus we gaan zo. Yeah. Ik heb op mijn nagels een heel vrolijk kleurtje van de Ethos. Past perfect bij mijn peplumtop die ik aan heb. Dit is mijn outfit. We kunnen beginnen. We zijn weer thuis en het was heel erg leuk. Het is nu inmiddels 4:15. Dus we zijn echt wel lang bezig geweest met de hele metamorfoses en make-up dingetjes. Maar het was echt heel erg leuk. Mijn haar is ingevlochten. Dat vind ik ook wel leuk om even te laten zien. Echt heel erg leuk. Ik ga gewoon Isabel dwingen om via YouTube dat te leren. Ja, doei! Ja, wel. Maar ja, het was heel erg leuk en we hebben nu gewoon even een momentje voor onszelf, zeg maar. En eventjes gewoon tot rust komen, want je bent best wel moe na zo'n hele dag intensief make-uppen, nagels lakken, behandeling geven. En we gaan vanavond naar de verjaardag van mijn oma, want die is vandaag jarig. En verder zie ik het wel. Hey, daar sta ik weer in de keuken. Ik heb me net even verder klaargemaakt en verzorgd. Ander jasje, andere peplum aan. En even mijn make-up bijgewerkt. Want ik ga nu naar een verjaardag van mijn oma. Vanavond komt er een vriendin. Dus gezellig avondje. Ik heb echt het idee dat het zaterdag is. Heel raar. Maar ja, het is pas vrijdag. Dus dat is lekker. Morgen moet ik de hele dag werken. Dus dan heb ik er toch niet veel aan. Maar ik ga nu naar de verjaardag van mijn oma. Dus. Ontbijt in het zonnetje. Het is super lekker weer. Yummy yummy, lekker fruitbakje met druiven en aardbeidjes. Hey, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag en ik ben al een tijdje wakker. Ik ga nu even naar de Albert Heijn lopen met douchie om de Efteling spaardingen te verzegelen. Want ik wil daar samen met een vriendin of mijn zusje of iemand heen gaan. Nou, douchie die heeft er zin in. Maar ik ga even naar buiten. Het is super lekker weer. Echt in vergelijking met gisteren is het gewoon weer zomer. Lente, zomer. Dus ik ga even lekker buiten wandelen. Oh yeah, Efteling is een feit. We gaan. Efteling, 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 Efteling. Efteling. Oh, 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 oh.
sinds Isabel en ik zeg maar samen naar de Efteling zijn gegaan, vinden het gewoon zo leuk en willen we gewoon elk jaar eigenlijk naar de Efteling. Dus yes, we gaan! Peace! Ik heb net een filmpje opgenomen en ja, ik ga nu eventjes nog even beneden zitten, want het is echt super lekker weer. Zo, de zon komt helemaal door mijn raam, dus ik moet gewoon nog even verplicht naar beneden. En ja, ik ga dus nog eventjes beneden zitten en ik wil even de video, want ik heb net een video opgenomen. Die wil ik eventjes alvast, zeg maar, uploaden, zodat ik hem vanavond kan bewerken en dan nog hopelijk online kan zetten. Misschien red ik dat nu ook nog wel, want het is net 1 uur, dus over een uurtje moet ik werken. En ja, het is wel balen, want het is zo lekker weer. Gisteren regende het en was het echt vies en toen was ik vrij. En Shot moet werken en het is mooi weer. When the days are cold and cold, all cold and saints, we see are made of gold. I love it! Yummy, yummy, yummy! Net klaar met werken. Net gewerkt en kijk wat daar staat! Oh, allemaal lekker McFoodies! Die ga ik nu opeten. Ik ben echt kapot, jongens. Yummy, yummy! Ik zit op de bank met mijn koetie. Ja! Lucie heeft net een staafje op. Oh, was dat lekker dan? Krijg maar eens een kusje. Het is een poepie. Ik zit nu lekker op de bank, ben alleen thuis. Mijn vriend zou eerst komen, maar helaas, die moest werken, dus dat hele feest ging niet door. Maar ik vind het ook niet erg om gewoon even lekker een avondje alleen thuis te zijn. Ik ben best wel moe ook van werk en zo. En morgen moet ik weer werken en dingen voor school doen. Dus weet je, het is af en toe wel lekker om eventjes alleen thuis te zijn. Ik heb vanmiddag mijn video zeg maar geüpload die ik vanmiddag gefilmd had. En nou, die staat dus nu al online. Ik ga nu nog eventjes een blogartikel maken en een nail art voor mijn account. En samen met mijn zusje heb ik een account, Sis Nails heet het. En daar willen we gewoon elke dag een nail art op hebben. Dus die ga ik nog even maken. En dan ga ik rond 12 uur of zo denk ik wel richting bed, want ik ben best wel moe. En morgen moet ik er best wel weer vroeg uit om te gaan werken, dus. Ik ben zo blij dat ik een airco heb, zo'n ventilatieding. En oh my god, er vloog een mug voorbij, zag je net? Maar ja. Let's go! En we gaan weer werken. Zoveel is het helemaal niet. Wij gaan lekker eten! Hallo mama, gaan we eten? We gaan lekker eten. Nee, ik zie hem niet uit, Charles. Nee, dat maakt niet uit. Maar het is helemaal... Oeh, de zon. Daar is de zon. Maar ja, het is dus super lekker weer. En ik wil vandaag gewoon het een en ander doen voor mijn site. En gewoon lekker buiten, chillen, genieten van de zon. En ja, heerlijk. Dus ik ga nu even een ontbijtje maken en dan lekker chillen. Gisteravond heb ik mandarijntaart met citroensmaak gemaakt met mijn zusje. En oeh, zo ziet die eruit. En er komt echt super lekker zoete geur vanaf. Heerlijk. Het is avond en bij deze is mijn vlogweek afgelopen. Het ging echt snel en ik vond het zo leuk om te doen. En ik heb misschien een beetje gewoon een random week gepakt. En ik wil dan gewoon eigenlijk elke week gaan vloggen en dat ook gewoon online zetten. En het is niet zo dat jullie het dan elke keer hoeven te kijken, maar ook gewoon voor mezelf. Dat ik het leuk vind om te filmen. En gewoon hoogtepunten uit je week die je dan zeg maar online zet. En ik vind het gewoon leuk om tegen een camera te praten. Ik heb nu ook echt zoiets in de bus van schijt, ik praat gewoon tegen de camera. Als mensen me raar aankijken, jammer dan. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Maar ja, bedankt voor het kijken van deze vlogweek. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik heb ook mijn kwetsbare kant laten zien zoals ik ben als ik heel verdrietig ben. En ja, ik heb er niet over getwijfeld. Ik denk, ik zet het gewoon online. En ja, weet je, je hebt gewoon soms van die dagen dat het goed gaat, maar soms ook niet. Mijn arm wordt dan. Maar zoals ik dus al zei, wow, nou lijkt het echt alsof ik heel wit ben. Maar je hebt gewoon soms van die dagen waarop je dan echt denkt van, het hoeft allemaal niet. Klaar. Het is gewoon genoeg. En ja, soms heb ik dat gewoon. En dan denk ik van, jullie mogen dat ook zien. Want er zijn natuurlijk allemaal op Instagram heb ik leuke foto's staan. En het lijkt het allemaal alsof het supergoed met me gaat. En het gaat ook goed. Alleen soms heb je gewoon van die dagen dat je echt denkt,
nee, het gaat gewoon niet eigenlijk. Nou ja, dat heb je dan wel eens. Maar ja, ik dwaal te veel af. Bedankt voor het kijken. Ik ga nog eventjes aan mijn site werken. En dan dadelijk weer lekker slapen. Want morgen gaat de werker weer vroeg voor stage. Ja, jullie weten nou, maandag heb ik stage. Dinsdag school, woensdag vrij. Het is gewoon heel random. En heel normaal eigenlijk. Een heel normaal leven. Maar ja, dat was mijn week. Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot volgende week. Laat me weten of ik dit vaker moet doen. Of misschien vind je het wel helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan hoor ik dat graag. Bedankt voor het kijken. Doeg!